Mark. Brieven van de gemeente of belastingdienst die te ingewikkeld zijn om te begrijpen, vol ambtelijk of juridisch jargon. De overheid slaagt er vaak niet in om duidelijk te communiceren. En dat moet anders, vindt staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops. En daarom lanceert hij vandaag de Direct Duidelijk Brigade. Ja, meneer Knops hangt aan de telefoon als het goed is. Goedemorgen, meneer Knops. U bent nu onderweg om die brigade te lanceren. Wat is precies de bedoeling? Goedemorgen. Ja, wij willen gewoon dat de overheid duidelijk gaat communiceren. Elke burger heeft er recht op dat die informatie en brieven krijgt die begrijpelijk zijn. En niet waar je een soort kruiswoordpuzzel voor moet oplossen. Dat zorgt voor een hoop ellende bij burgers als ze de brieven niet begrijpen. Dus wij gaan overheidsorganisaties stimuleren, helpen om duidelijk en eenvoudige brieven te schrijven in de communicatie met burgers. Nou, lijkt me een hartstikke goed idee. Succes daar, meneer Raymond Knops. Wij gaan er nog eventjes over doorpraten met Jan Driessen, communicatiedeskundige. Ja, dit is dus hard nodig, of niet? Ja, het is ongelooflijk hard nodig. En het is ook wel erg laat, hè. Mogen we dat ook even constateren? De meeste bedrijven hebben dat natuurlijk al heel lang geleden gedaan. En eigenlijk moet dat instant eigenlijk altijd het geval zijn. Maar waarom is dat dan niet eerder gebeurd, denk omdat jij? Het een hele... Er zijn twee redenen. De ene is dat het ontzettend complex is. Dat er heel veel nieuwe regelgeving is. En dat juristen en procesmanagers die hierop zitten, de input leveren. En vaak is die input ook de output. Is dat ook precies de brief die geschreven gaat worden naar de burgers in gemeente, provincie en in het land. Hier ga je al, hè? Procesmanager, input, vreselijk, output. Ja. Nee, maar daar kom je dan in terecht. En eigenlijk kan dat niet. Je kunt dat wat aangeleverd wordt uit het eigen bedrijf moet eigenlijk altijd opnieuw herschreven worden. De tweede reden is dat het ook vaak doelbewust is. Dat daar een soort van vaagheid moet zijn. Dat het niet, als je het echt gaat opschrijven, wat er daadwerkelijk in een ministerie bedoeld wordt. Nou, dan zegt hij, ja, maar zo hebben wij het niet bedoeld. En D66 moet ook nog mee. Meneer Roosdal, u knikt. Herkent u dit? Doelbewust ingewikkeld maken. Ik herken het. Minister van Buitenlandse Zaken geweest. Ik zie vaak zinnen waar ook komma's in staan. Dan wordt er iets gezegd. En dan wordt vervolgens worden de voorwaarden genoemd waaronder het niet kan. Dat is één. En het tweede punt is, dat valt mij altijd op, als ik ergens met iets nieuws te maken krijg bij de overheid, dan vraag ik altijd eerst om het lijstje met afkortingen. Want als het gaat om begrijpelijk communiceren, dan is het verschrikkelijk. OZB-aanslag. OZB-aanslag. Veel mensen hebben toch geen idee wat dat is? Nee, en volgens het kabinet zijn er 2,5 miljoen Nederlanders die overheidsbrieven niet altijd begrijpen. Ik vind het dan inderdaad toch nog wel extra kwalijk dat ze hier nu pas mee komen, toch? Ja, het is echt 10 jaar te laat. Omdat ook de manier van communiceren heel anders is geworden. We hebben een revolutie in communicatie meegemaakt. Eigenlijk zouden al dit soort overheidsinstanties niet eenmalig en met een brief, maar continu in relatie met de burger moeten staan. En dat kan. Er is een site ontwikkeld, maar die is ook alweer een mooie doodgestorven. Waar dat alles over de overheid, waar dan alles in kon, waar je een directe relatie met die burger zou kunnen krijgen. Maar dit soort brieven is van de vorige eeuw. Dus ze zijn echt 19 jaar te laat in die zin. En je moet naar een directe, relevante en blijvende relatie met die burger. Nou, beter laten.